Dat wist hij al. Hé? Dat wist hij al. En zonder later, hè? Omdat we hier niet gezien hebben. Ja, we komen er vlak bij staan. Ja. Dus je hebt een andere kant van een kwartiertje duren voor ze hier zijn. Nee, heb je... Nee. Dank u wel. Wanneer gaan we naar de bank? Ik ga hier heen even. Ja, ja. Ja? Ja. Ja. Gaat. Hoe zo nog over voor? Goedemorgen, dames en heren. Namens de grondwaterbedrijf Silvermeer ben ik u allemaal van harte welkom aan boord van grondwaterschip De Negen. En mede namen de bemanning. We zijn zojuist vertrokken aan de Willemskade in Rotterdam en varen nu op rivier de Nieuwe Maas. We gaan met u een tocht maken richting Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2. Het is de bedoeling dat we om een uur of half vijf weer af gaan meren hier aan de Willemskade. En onderweg wordt vandaag goed gezorgd voor de inwendige mens. En ook zal ik u, indien dat gewenst is, het een en ander vertellen over de bezienswaardigheden. Rest mij voorlopig eventjes niets anders dan dit allemaal een hele fijne dag te wensen. Beste mensen, iedereen heel hartelijk welkom. We missen eigenlijk nog twee personen, maar op zeg maar moeten we beslissen om toch eraan te trekken. En we zijn met een bondgezelschap vandaag aan boord. Ik zou me even voorstellen, ik ben voorzitter van de Vereniging Gepensioneerde Voormalige Koninklijke Verband van Amsterdam Lloyd, B.M. Ruijs en Zonen. Helemaal vol. Gelukkig is het dan zover en kunnen we een dag gaan varen met elkaar. Fijn dat er zoveel mensen aan boord zijn. Zijn hier de leden van alle verschillende verenigingen, onder andere van de vereniging die ik net noemde, van de Rotterdamse Lloyd. Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-45, leden van de Vereniging Volle Kracht en Vereniging van de Oud-Werktuigkundigen van de voormalige Rotterdamse Lloyd. En ik geef nu graag het woord aan Hubert Nijs. Goedemorgen allemaal. Mijn dank mijn naam is Hubert Nijs, voorzitter van Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Dank dat we dit met elkaar kunnen organiseren. Heeft Henk al het een en ander over gezegd. En wij vinden het fijn om dit samen met jullie te doen. Ja, de bijdrage van de koopvaardij is gewoon bepalend geweest voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog. En omdat anderen dat dikwijls vergeten, is het heel belangrijk dat we daar zelf op blijven, de aandacht op blijven vestigen. De viering van 80 jaar vrijheid in Nederland, wat volgend jaar staat te gebeuren. Om ook daar de aandacht op die enorme bijdrage van de Nederlandse Koopvaardij te vestigen. En dat willen we graag doen door een Liberty-schip uit Amerika naar Nederland te brengen. Die eigenlijk
bijna een jaar hier in Nederland en zelfs ook in Europa aanwezig zal zijn. Ik wens jullie allemaal namens Stichting Koopvaardijpersoneel 4045 een hele fijne dag. We hebben met eetbare olieproducten. Rechts van ons ligt hier de plaats Vlaardingen. Dit was de nieuwe tunnel, hè? De nieuwe tunnel. Nou, we hopen dat hij niet lek is. Als het water boven de 3,5 meter plus NAP komt, gaat deze kering dicht. Het wordt dan 12 uur van tevoren bekendgemaakt aan de scheepvaart. De oostkant van de kering, waar wij nu dwars van zitten, daar zien we links en rechts van ons twee grote scharnieren. En de westkant, met die rode vierkante blokken, die worden naar elkaar toegevaren tot de kering gesloten is. Dan vormt zich een afzienbaar, afsluitbaar geheel en zinken de sluisdeuren op de bodem. Dit hele proces van sluiten duurt 7,5 uur. Nou, eet smakelijk, camera crew. Dit is ook mes-curry. Tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal te stellen bij 80 jaar bevrijding. En daar hebben we een
schip voor nodig in onze plannen. En dat ligt in San Francisco, daar zijn we geweest. En omdat onze koffers niet aankwamen, zijn we allemaal zo getooid als ik. We hebben een stichting opgericht en die moet 5,5 miljoen bijeenbrengen om transport van het schip naar Nederland. Het plan wat we dan hebben gedurende 5 maanden, het doel laten slagen. Samenwerking om deze dag te organiseren. En namens onze vereniging hebben we iets voor de fooie pop. Dit is trouwens met bellen.